Er zitten ook nog wat lacunetjes en wat losse deurtjes. Maar net met UV-onderzoek kwamen we erachter dat hier wat oudere schades ook zitten. Als je goed kijkt zie je allemaal oudere touches. Die komen wat donkerder op. Als je de lampje weer weghaalt, dan zie je het niet meer. Maar blijkbaar is dit een schadegebiedje. En dat ga ik nu behandelen. Druk ik de lijm erin. Laat ik hem even drogen. Met een warme spaatje ga ik de verfdeeltjes weer wat omlaag drukken. Zo, nu zit het weer mooi aangedrukt. Dan kan ik het volgende stukje weer gaan lijmen.